Nou, welkom bij weer een nieuwe live, hashtag Korty Live. Filterputje aanpassen, komt er extra pomp bij in. Ik zal even laten zien wat we gaan doen. De put in. Even kijken. Deze, zo, moet ik het zo zeggen. Op deze bewegen bed unit. Daaronder, kijk, is het in. Blue Eco, nou komt hier nog een Blue Eco op, die komt hier te staan in het verlengde, zodat dit aan kan passen. Dit halen we hier weg, komt naar de nieuwe pomp. Dit gaat weg, gaat naar de bestaande pomp, dus hij wil twee pompen gaan gebruiken. Nou, de kastjes hangen al, dus dit gaat er onderuit. Nou, dat heeft hij inmiddels dichtgetaped, want dat was ook kapot en lek, dus dat moeten we ook even een tapeje omheen zetten voor hem. We hebben daar al eens een keer een nieuwe spoelpomp van opgemaakt, dus nu gaan we deze even upgraden met een extra pomp erbij op. Maar goed, dat betekent dus dat de bewegend bedunit leeg moet, trikkel eraf moet, om daar een doorvoer in te maken. En alles is computergestuurd, dus we hebben dus nu de dompelpomp overbrugd hierop. En nu gaan we dus via deze even al het stroom van het hele systeem afhalen. Omdat alles digitaal is, nou stroomt het water over. Zo gooien we alles dicht. Met deze schuifkleppen zijn we natuurlijk gewend. Er blijft altijd wat water komen. Dit is een retour. Zo, kleine putjes. Die staat dicht. Nou, kunnen we beginnen met bouwen. Zo, trikkel is eraf. De weergebedmateriaal wat eruit gaat. Doe hem in zo'n opzetbare bol. Zodat we onderin de kamer bij kunnen. Nou, alles is eruit. Kijken of er sneeuw eronder in zit. Er zit een rooster op. Het rooster is er ook uit. Er zaten mijn schroefjes. Nu kijken of de doorvoer eronder in past. Onder de opstaande rand past. Kijken of die wattel er wel onder past als je hem aandraait. Want hij moet zo komen. Hij moet eronder komen. Ik denk wel dat het past, maar voor de sneeuw erin, ja. Maar, ik viel over. Ja? Ik viel niet over. Twee vingers. Ik viel van deze kant voor. Ja, voor dit. Nou, we zijn echt een heel eind verder. Oké. Goed, het gat zit erin. Dompelpomp was er mee gestoken. Goed, we hebben een speciaal mesje om dit netjes mee, die braampjes mee weg te halen. Om het fatsoenlijk water dicht te maken. Dat doen we de binnenkant op. Kijk of dat wil. Dat ik dat vandaag. Ja, dat gaat niet bij die nieuwe buiten krijgen.
Rugby. Ja. Dit is voor mij. Ja. Moet ik er dan nog extra goed aan doen? Ja? Ja, neem maar aan. Ja? Ja. Hey man? Ja? Is het dicht? Ach, ja, dat komt toch aan. Ik kan wel binnen de deur. Nog een keer aandraaien. Moet je hem draaien? Nee, nee, hou je maar vast. Ja? Ja. Jo. Nou, doorvoer zit erin. Wat we nu gaan doen is, deze leiding moet daarop komen. Deze moet daar naartoe. Nou, die pomp daar staat op steen, maar dat is niet mooi qua hoogte, dus we doen hem hier niet op de steen, maar we doen hem nog een keer met 30 graden, dat die pomp laag staat. Komt hier 1,90 op 45, 45, daar komt 1,90 op naar 45 en dan retour. Dus, ja, de schuifkleppen zijn lek, dus hij lekt door, maar het is nog bijna gestopt. Er is aardig wat water uit de vijver weg. En dan, dan kunnen we lijmen. En dan gaan we kijken of het wel überhaupt wel kan wat wij hadden gepland. In verband met die peep. Ik denk dat die. Dat komt er maar heel in. Dus we nemen de deksel dicht. En we gaan kijken tot hoe ver ik hier kom. En ik had hem eigenlijk eerst zo gewild. Dus dat wordt dus nu waarschijnlijk een rechtstreeks buis daarop. Dat moet één rechterbeus worden. Yo, hij mag van mij weer los. Nou, wat zit er allemaal in? Maar dit is zo'n klusje. Rotklusje. Zo'n klusje dat je over een jaar zegt, weet je nog? Nou, dat ziet er wel netjes uit. Strak. Twee pompen. Kanten zitten weer in. Even laatst een beetje opruimen. En dan vijf afvullen. En dan met de vis bezig.